Goedemorgen allemaal. Vandaag is het Something on a Stick Day. Wat je daar nou weer bij voor moet stellen. Ik dacht gelijk aan een satéetje. Ik kan natuurlijk ook denken aan een slaasliek. Laten we eens kijken wat er allemaal op een stokje kan. Doe je mee? Iets op een stokje dag. Ja, ik denk dan gelijk aan een satéetje. Dan kun je natuurlijk gewoon. Dat is niet zo heel moeilijk om te tekenen, denk ik. Tenminste, dat denk ik, hè. Kijk, stukjes. Kipblokjes zo. En meestal zitten er 3 stukjes kip aan. Een satéstokje. Tegenwoordig hebben die ook nog een handsvaatje zo. Zo nog ietsjes diepte zo. Hupsakee. Ja. Nou, zo. Wacht even, dan doen we hier. Teken we er ook eentje. Met satésaus. Zo. Kijk, hupsakee. Zo. Hier is dan wat satésaus erover gestrooid. Zo. Hupsakee. En zo. Ligt op zo'n bordje. Nou, dat bordje, dat klopt niet helemaal erachter. Maar goed. Het is ook wat langer stokje, dit zie ik wel zo. Maar goed. We hebben toch alweer de suggestie van een satéetje, hè? Zo, we kunnen hier nog wat schaduw ook aangeven. Maar ik denk dat we er niet te veel aan moeten gaan rotzooien. Anders is het dadelijk niet meer herkenbaar als een satéetje. Goed, probeer zelf ook een satéetje te tekenen. Je kan natuurlijk ook nog kiezen om hier uiringetjes tussen te doen. Dan krijg je weer meer zo'n slaasliek. Maar goed. Alle gekheid op een stokje. Tot morgen!